Allee. Hallo, wij zijn Orlando en Glenn. Welkom op onze allereerste vlog. Zoals jullie kunnen zien, we zitten hier ondertussen al in het zonnige Spanje. Maar deze vlog brengt jullie eerst helemaal terug naar meer dan een week geleden. Want in onze eerste vlog willen we jullie heel graag vertellen hoe het verlopen is. Onze verhuis van België naar Spanje. Enjoy! Veel plezier! Wat ben je gaan doen? Ik ben pasta puttanesca aan het opwarmen. Pasta puttanesca. Lekker! Pieter, heeft Pietertje honger? Moet Orlando eten maken? Ja, zeg, moet Pietertje eten? Het is vandaag maandag. Ik start aan mijn allerlaatste werkweek. Aankomende zondag vertrekken we naar Spanje, dus het zijn echt de laatste dagen nu. Ik werk nog tot en met donderdag, dus nog 4 dagen te gaan. Nog 4 dagen dat ik mij in kostuum hijs om te gaan werken. En vanaf dan, ja, tijd voor het nieuwe leven. Dus het is een beetje een dubbel gevoel dat ik nu nog heb deze laatste dagen om te gaan werken. Langs de ene kant wil ik er nog wel van genieten, want het zijn de laatste dagen. Maar langs de andere kant wil je eigenlijk gewoon dat het zondag is om te vertrekken en om aan dat nieuwe leven te gaan starten. Maar bon, we gaan er het beste van maken nog deze week. Nee, dat is prima. Dat is heel goed. Die man is weer aan het bellen. Altijd moet hij van alles regelen. Altijd moet hij van alles regelen. Oké, nee, dat is heel goed. Dan regelen we het zo. Bla 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 bla. Heel goed, dank je. Je moet de deur maar dicht doen. Dat gaat weer niet, hè, hier, die pro. Kijk maar eens in de spiegel naar je eigen. Heb je bij? Dozen. Van Action. Verhuisdozen. Heb jij bij? Rommel. Verdieping 2. Cool elementen. En? Wat gaan we eten? Voor de laatste keer, frietjes, frietjes. Frietjes van een frituur. En die hond hier. Pieter, zeg, gaat Pietertje mee frietjes eten? Ja? Smakelijk. Smakelijk. Amai, jij ziet er ook goed uit, daar moet ik zeggen. Zit je zenuwachtig? Ik dacht vandaag heel de dag... Ik ga helemaal wild zijn vandaag. Wild vandaag? Dat hoop ik niet. Te wild. Wild zijn vandaag, zeg. Te wild om te kunnen slapen, dacht ik. Ah. Maar nee. En? Ik ben helemaal relax. Ja? Ja. Het ging niet zenuwachtig? Nee. Ik geloof er niks van. Ik ga zo goed slapen. Ik ben zo moe. Zit je echt... Kapot. Ja, maar ja, wacht. Ik zal eens laten zien, hè. Het staat hier nog allemaal overhoop. Alles staat overhoop. Ja. Dus ja, je zit relaxed. Ik ga slapen en die hond is helemaal klaar ook om te slapen. Het valt gewoon uit. Is de batterij plat? Hoe kan dat nu? Die geeft dat niet eens aan. Oh, ik had getikt. Nu is het tijd terug op beeld. Dus misschien hebben we wel altijd beeld gehad, maar... Zit je nog aan het recorden? Ik ben nog aan het recorden. Dus
Is Pietertje moe? Gaat Pietertje mee slapen? Ja, oh ja. Die Smoel is ook helemaal moe. Ik zie het. Ja, ik ben nog niet moe. Als ik nu ga slapen, dan... dan slaap ik niet. Ik bedoel, als ik nu in bed ga kruipen, dan kan ik nog niet slapen. Dat was het. Dus jij bent niet zenuwachtig? Ik ben een beetje zenuwachtig aan het worden, maar... Heb je nog kriebels in de buik? Ja, een beetje. Wacht, moet even denken. Ja, ik heb nog kriebels in de buik. Dan moet je eerst een slaapthee drinken en dan gaan slapen straks. Oh, moet ik weer naar de wc vannacht? Ja. Het is altijd... Slaapthee. Oké. Okay. Dan valt in slaap terwijl die hier zit. Ja. Dan ga jij maar slapen. Ga ik nog iets kijken op tv. En dan zien we morgen wel weer. Hè. Morgen de allerlaatste dag in België. Voorlopig. Inderdaad. Goed. Gaan we doen. Oké. Okay, slaap wel. Slaap wel. Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag, morgen, dus eigenlijk exact over 24 uren vertrekken we naar Spanje. Het zijn de allerlaatste 24 uren in België. En ik ga nu voor de allerlaatste keer naar de radio, Radio Mol. Vanuit Spanje ga ik nog altijd radio kunnen maken, maar voor de laatste keer dus nu live in de studio. Dus daar kijk ik toch wel enorm naar uit. Ik ga er nog ongelooflijk van genieten en ik neem jullie mee. Dus ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zit in de wagen en de wagen is ondertussen al helemaal voorbereid om te vertrekken naar Spanje, want we gaan dus met de wagen morgen naar Spanje. Dit is het resultaat daarvan, een auto die echt propvol zit met de dingen die mee moeten. Het is letterlijk ons hele hebben en houden dat we hier hebben ingestopt, want we verhuizen enkel met de wagen en alles wat hierin zit is wat we meenemen. Dus met die volle wagen nu naar de studio in Mol. Best wel grappig, maar de mensen die mij goed kennen, die weten dat als ik naar de radio ga, het eerste wat ik moet gehad hebben, is een koffie en een rijstaartje. Dus ik stop altijd bij de bakker, net voor ik naar de radio kom, voor een vers rijstaartje te halen. Dus dat is mijn ontbijt om een goede radio-uitzending te maken. Smakelijk! Ja, en dat wil dus zeggen dat Miley Cyrus de nummer 1 herovert. Ja, ze moest twee weken aan de kant laten liggen door de Starlings, maar ze komt gewoon opnieuw bovenaan te staan. Dat brengt de teller 7 weken nummer 1 voor Flowers. Oké, we gaan het niet dramatiseren. Maar het zit er wel op. Het was mijn laatste live-uitzending vanuit de studio. Voor ik naar Spanje verhuis, ik ga hier ongetwijfeld nog terugkomen. Als we in België zijn, kom ik gewoon hier lekker mijn uitzending doen natuurlijk. Maar voor wat nu betreft, zou ik zeggen, het licht mag voor mij hieruit. De volgende keer ga ik live vanuit Spanje.
Wat zit je aan het doen? Alles aan het uitpakken. Alles van de auto is gewoon hier neergegooid. En het is nu al heel netjes, want het lag hier daarnet helemaal vol. Ja. Dus nu krijgt alles een tijdelijke plaats, want ja, we wonen hier maar tijdelijk. Maar toch moet alles wel netjes zijn plaats krijgen, want anders worden we heel onrustig in ons hoofd. Ja. En dat wil niemand meemaken. Nee. Kijk, fijn gesponsord door Action, zijn we. Lang leven de Action. Ons bed. Badkamerke zal ik eens even laten kijken. Wat leuk! Wat goed! Moet ook nog even opgeruimd worden. Ja. Kom, we gaan even kijken naar buiten. We lopen rechtstreeks op de poel. Het zonnetje schijnt, het is al zalig. Het is denk ik 10 uur nu. Ik denk ongeveer, ja, het zal al 17 graden zijn. Oké, tot snel. Eerst de was is al gedaan, ze. Gedraaid. En dan gaan we nu eten, ze. Jam, jam. Wat eten we? Er zijn nog een beetje restjes vanuit België, want we moeten nog naar de winkel. Ah ja, maar het ziet er goed uit. Restjesdag. Kaasjes. Kaasjes. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag. 4 april. Ja. Oké. Okay. En Pieter is er ook klaar voor. Pietertje eten. Ja, ja. Oké. Okay. Smakelijk. Smakelijk. Wat gaat het doen? Aperitief tijd. Lekker. Ja, Pieter. Heeft Pietertje ook zin in een aperitiefje? Ja. Oei, oei. Laat hem maar knallen. Oh. Sterke man nodig, denk ik. Heeft hier. Oh. Ja, kan. Ja. Hij doet het. Knalt met knallen. Oh. Allee. Ja. Schalkes.